van deze woordenbrei komt dit gedicht tevoorschijn. Lie. Gemaakt door Fred Penninga. In samenwerking met de moskeebezoekers. Ik ga niet open. Wie is dat dan? Hallo. Ik heb nog een ietsje nodig. Dit is in Overvecht. Bij moskee El Farouk. Met de kinderen en jongeren van de zaterdagschool. Hebben wij dit gedicht gemaakt. Over de wijk. Wat zij vinden van de wijk Overvecht. Ons huis, mijn school. En de moskee. De plekken waar ik veel van houd. Ik vind een wijkplaats en denk mee. Wacht even, Vrienden, buren, jong en oud. En dan komt er een knik zometeen. Dan komt er nog een strofe die zowel in elkaar te lezen zijn als los van elkaar. Dus als je van links komt of je komt van de zijkant, dan lees je twee gedichten of samen één. Taranat, wat voor techniek is dit? Ja. Dit is waterverspillingstechniek. En kut. En nu een serieus antwoord, als dat lukt. Kijk, weer in één lijn gekregen. Ja, nee. Wat is dat je antwoord? Oh. Meer kut. Wat is dit voor techniek? Dit is reverse gravity. Ja. Is het legaal? Yes. Yes. Hartstikke waarom? Legaal. Het is tijdelijk en het vervuilt het milieu niet. Het beschadigt verder niks. En nee. Het ziet. En het maakt juist schoon, hè? Reverse graffiti. Het maakt schoon in plaats van dat het eventueel vervuilt. Met familie? Met. Is dat het laatste woord? Ja. Perfect.